Vandaag ga ik jullie alles vertellen over het staken van crypto en hoe je dit kan doen op het platform Binance. Hoi allemaal, mijn naam is Jorik en welkom terug op mijn kanaal. Mocht je hier nou nieuw zijn, vergeet je dan niet te abonneren. En mocht je wat hebben aan de informatie in deze video, vergeet er niet een duimpje omhoog achter te laten. Daarmee help je mij ontzettend veel. Vergeet mij trouwens ook niet te volgen op Instagram, waar ik dagelijkse updates post over mijn beleggingsportfolio en over beleggen en crypto in het algemeen. Het staken van crypto is eigenlijk het vastzetten van jouw valuta, in dit geval je cryptovaluta, net zoals bij een spaardeposito. Vervolgens krijg je rente op de crypto die jij vastzet. En deze rentes die kunnen ontzettend hoog uitvallen. In sommige gevallen, bij bijvoorbeeld een Ethereum, is dat misschien maar 2% per jaar. Maar bij sommige munten kan het oplopen tot 40, 50, soms wel 60% per jaar. Het is dus eigenlijk heel zonde om je crypto niet te steken als je het voor een langere termijn vasthoudt. En het steken is een beetje een tegenhanger van het voorheen, het o zo bekende vervuilende methode Proof of Work. Voorheen had je Proof of Work, oftewel miners, die de blocks in een blockchain valideren. Maar tegenwoordig, bij heel veel nieuwe crypto's, heb je het Proof of Stake model. En daarmee kan dus jouw crypto steken en daarmee het netwerk helpen om bepaalde formules op de blockchain op te lossen. Nou, het hele technische verhaal hierachter heb ik eerder ook al eens uitgelegd, dus mocht je dat willen weten hoe het werkt, kijk dat zeker even terug. Maar vandaag gaan we dus hebben over het steken en hoe je dat kan gaan doen. Nou, het steken kan op twee manieren. Je hebt een locked staking, dus een vastgezette periode van tijd waarin je je crypto steekt. Dat is vaak 7, 15, 30, 60 of 90 dagen. En afhankelijk van hoe lang jij het vastzet, vaak hoe hogere percentages jij krijgt. Echter is dat niet altijd het geval. Soms is het zo dat een periode van 15 dagen meer oplevert dan een periode van 30 dagen. Dus het is altijd heel goed om te kijken wat jouw meeste oplevert. Zo zal je ook zien in het voorbeeld dat ik zo meteen ga laten zien, waar ik zelf verschillende crypto's ga steken, dat ik bij een 15 dagen meer terugkrijg procentueel dan een 30 dagen. Sterker nog, soms is dat wel 3 of 4 keer zo hoog. Dus dan verdien je in die periode van 15 dagen meer crypto terug dan dat je doet in een periode van 30 dagen. Het is dus heel belangrijk bij locked staking dat je altijd goed kijkt naar de periode dat je het vastzet en hoeveel je daarvoor terugkrijgt. Hier wordt gekeken naar een APY, oftewel je annual percentage yield. Dat is dus het percentage wat jij op een jaarbasis zou krijgen als jij hem voor een heel jaar vastzet. Een voorbeeld kan zijn, je zet hem vast voor 30 dagen. De APY is 12%. Dat komt neer op ongeveer 1% per maand. Als jij dus voor 30 dagen jouw crypto steekt, krijg je dus 1% van jouw volledige of totale gesteekte bedrag terug. Bij die locked staking zie je ook altijd een redemption date staan. Je hebt namelijk een bepaalde tijd dat je hem vastzet, bijvoorbeeld 30 dagen, van de eerste van de maand tot de eerste van de volgende maand. Maar vaak heb je nog 1 tot 3 dagen redemption date. En dat is een stukje tussen het steken en tot wanneer jij jouw valuta terugkrijgt in jouw gewone crypto wallet. Houd er dus rekening mee dat als jij het voor 30 dagen steekt, dat je jouw munten dus misschien wel voor 2 of 33 dagen kwijt bent. In die tijd kan je jouw munten dus niet traden. Nou zijn er wel opties binnen Binance om dat te cancelen. Dus stel je hebt 30 dagen vaststaan, maar na 20 dagen wil je je geld terug. Dan kan je het cancelen en krijg je je geld terug. Maar al het opgebouwde rendement ben je dan per direct kwijt. En ook daarna heb je vaak een redemption date van een dag of 2 of 3. Dus zelfs al cancel je dus jouw gesteekte crypto, kan het nog een paar dagen duren voordat jij het terugkrijgt. En verder heb je ook nog flexible staking. En daar kan je dus gewoon jouw crypto steken voor een flexibele termijn. Je kan het dus steken en het bijvoorbeeld na 3 dagen eruit halen, of na een jaar, of na 5 jaar. Het is alleen wel zo dat daarin vaak de rendementen een stuk lager liggen als dat je het vastzet voor een bepaalde periode. Mijn voorkeur gaat dus ook uit voor munten die je dus voor een lange termijn vasthoudt, te steken met locked staking en het dus voor een periode vast te zetten wat het meeste rendement oplevert. Zelf heb ik de crypto voor langere termijn. Sommige munten daar zie ik heel veel potentie in en vind ik het helemaal niet erg om die vast te zetten. En wat ik heb gemerkt bij het steken is dat vaak 15 dagen de meest optimale en het meest rendabele tijdsframe is op dit moment om te steken. Nou, die APY's dat zijn schattingen en die veranderen natuurlijk altijd over de tijd heel veel. Dus houd je er niet te veel aan vast, maar over het algemeen zijn die 15 dagen periodes het meest rendabel. En ik vind het persoonlijk dus helemaal niet erg om er dan in totaal een dag of 16 of 17, dus een dikke 2 weken, kwijt te zijn. En wat ook goed om te weten is, en dat zal ik zo nog een keer uitleggen, maar wat ook goed om te weten is dat je bij Binance verschillende type wallets hebt. Je hebt een fiat wallet, dus waar je euro's en je dollars in staan, maar je hebt ook een spot wallet waar al je crypto in staat. Vervolgens heb je dus ook een earn wallet. En alles wat jij gaat steken komt dus in die earn wallet terecht en zal je niet meer zien in jouw fiat en spot wallet. Het is dus goed om te weten dat je dan 2 aparte overzichten hebt waar je zou moeten kijken om te zien wat jouw
crypto waard is. Mocht je dus jouw crypto na het staken niet tegelijk zien in jouw eigen wallet of in jouw fiat en spot wallet, dan weet je dus dat die bij jouw andere wallet staat. En dat ga ik zo ook nog even laten zien, maar het is goed om te weten. Nou, het is natuurlijk niet altijd koekenij, er zitten altijd wat risico's aan verbonden aan dit soort dingen. En eigenlijk het grootste risico wat er in dit geval speelt, is dat je dus bij een locked staking jouw crypto voor lange tijd vastzet. En de cryptomarkt is ontzettend volatiel. En als de crypto dus heel hard zakt, dan heb je dus heel weinig aan jouw rendement. Want stel jij zet jouw crypto voor 90 dagen vast en je krijgt 10% rendement in die 90 dagen, wat ontzettend veel is. Maar vervolgens zakt die munt met 50%, dan heb je natuurlijk eind van de streep veel minder geld dan wat het daarvoor was. Wel heb je natuurlijk de positie in die munt vergroot, dus als je vertrouwen hebt in die munt, is dat op zich niet erg en kan je dus gewoon lekker blijven steken. Maar je hebt dus wel het potentiële risico dat de markt inzakt of crasht, waardoor dus jouw valuta minder waard is uiteindelijk aan het einde van de streep. Nou, in principe gebeurt het natuurlijk ook als je op een spaardeposito zet. Als je het 10 jaar vastzet en de inflatie is 2%, heb je vaak heel weinig aan je spaargeld, want na die 10 jaar kan je er natuurlijk minder voor terugkopen. Dat is natuurlijk met crypto hetzelfde geval, alleen het verschil daarmee is dat crypto natuurlijk veel volatieler is dan een euro of een dollar is. Oké, dit was alles wat je moest weten over het staken. Ik ga nu switchen naar de weergave op mijn pc, zodat je kan zien hoe het moet. Vergeet ondertussen niet een duimpje omhoog achter te laten en dan gaan wij nu kijken hoe je crypto kan staken. Zoals je kan zien zit ik nu op Binance. En het is goed om te weten dat Binance verschillende wallets heeft. Namelijk de wallet voor je gewone crypto, maar ook een aparte wallet waar jouw gestakte crypto staat. Om daarheen te gaan, ga je naar het tabje Wallet en vervolgens naar Earn. En hier vind je alles over het staken. Zoals je ziet heb ik hier nog niks gestaked. Ook als ik kijk bij Locked Staking staat er nu nog niks open. Om te beginnen met staken klik je op Binance Staking Products. Hier kan je vervolgens alles uitvouwen en zie je alle producten van Binance die je kan staken. Zoals je ziet heb je vaak 3 of 4 opties waaruit je kan kiezen over hoe lang je een product wilt staken. Vaak 15, 30 en 60 en soms ook 90 dagen. Soms ook 7. En je kan er dus voor kiezen met een locked staking, waar ik nu dus voor kies, om het te doen voor een vaste tijd. De andere optie is dus, wat ik al had uitgelegd, voor een onbepaalde tijd. En dan kan je het eruit halen wanneer je wilt. Ik kies er echt voor om het voor een bepaalde tijd vast te zetten. Omdat ik dat voor mezelf deze munten toch langer wil vasthouden. Nou, wat goed om te weten is, normaal gesproken is het zo dat je als je langer gaat staken, dus hoe langer je hem vastzet, hoe hoger je APY is. En APY staat voor je Annual Percentage Yield. Dus dit is wat je per jaar zou krijgen als je het voor die periode vastzet. Dan zet je hem natuurlijk maar voor een kortere tijd vast. Maar dat is het percentage wat je dan voor over een heel jaar zou krijgen als je het een heel jaar lang zo vast zou zetten. Nou, zoals je zou verwachten, normaal gesproken hoe langer je het vastzet, hoe hoger het percentage is. Maar dat is niet altijd het geval. Zoals je hier kan zien bij bijvoorbeeld ADA, deze hier is 17%. Als ik hem switch naar 30, 60 of 90, zie je dat die percentages lager liggen. Hou daar dus goed rekening mee. Nou, zelf ga ik bijvoorbeeld mijn cake steken. Als ik kijk naar de percentages zie ik dat 90 dagen inderdaad hoger is. Maar bij 15 dagen is dat het hoogste van de andere 3 opties. Omdat ik hem niet voor 90 dagen wil vastzetten, ga ik hem nu voor 15 dagen vastzetten. Goed om te weten dat er vaak een minimum locked amount is. Dus wat een minimum bedrag is, hoeveel je daarvan moet steken. In het geval van de meeste munten is dat 0.1 of 1, afhankelijk van de waarde. Nou, bij cake is dat 0.01. Dus ik kies voor stake now. Ik kies voor 30 dagen en ik klik op max. Dat zijn 5 cake. Vervolgens klik ik hieronder op I have read and agree to the Binance Staking Service Agreements. En hier zie je nog een aantal interessante dingen staan. De datum van wanneer ik het steek. De datum wanneer het ingaat. Dus vannacht, dus vanaf morgen. De interest period, dus hoe vaak ik wanneer ik betaald krijg. En dat is dus elke dag. Dus elke dag krijg ik dus 1/365ste deel van 37,49%. Over mijn 5 cake. Nou, je ziet hier dat ik over deze tijd, over die 15 dagen, zal ik ongeveer 0,07 cake verdienen. Dat is dus ontzettend veel. En daarmee ga ik dus akkoord. Wat overigens goed om te weten, de redemption date ligt altijd een paar dagen later dan die 15 dagen. Zoals je ziet gaat het morgen in, dus vanaf de 11e, dus de dag is dan de 26e. Maar de redemption date is dus 1 of 2 dagen later. In dit geval 1 dag, maar dat verschilt per crypto. En dat is de datum dat jij je munten terugkrijgt in je wallet. Je bent dus nog 1 of 2 dagen zodat je die munten niet kan gebruiken. Maar na deze periode kan je het dus weer gebruiken en verkopen. Nou, ik ga hiermee akkoord en dan zie je subscription succes.
Oké, ik ben nu dus terug op de Earn pagina van Binance, waar ik dus alles van mijn staking kan zien. En als ik wil zien hoeveel ik heb gestaked, ga ik naar Locked Staking. En vervolgens het tapje Locked. En dan zie ik precies hoeveel ik heb gestaked en alle data die je erbij moet weten. Hier zie je ook over hoeveel tijd, of over de hoe lange tijd jij hoeveel je hebt verdiend. Dus je kan precies zien hoeveel je hebt verdiend, hoe lang het er staat, hoe lang het nog staat, etc. En dit is dus hoe jij je crypto kan staken. Nou, dit was dus alles over het staken van crypto en hoe je dat doet. Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, laat het zeker weten in de comments. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie weer in de volgende video.